achteraf ben ik toch blij dat we hier naartoe gegaan zijn. Hoewel, als we in Zeeland gebleven waren, dan had het ook goed geweest. Maar ja, je bent hier begonnen. En dan je raakt hier zo aan verknocht en gewend dat je toch niet meer weg wil. Allemaal wonen ze al bijna heel hun leven in de Noordoostpolder. Op een drooggelegd stuk grond in de voormalige Zuiderzee. Hier bouwden ze, na vertrek uit Zeeland, na de watersnoodramp van 1953, eerst met hun ouders en daarna zelf een nieuw bestaan op. Hey, Jan. Hey, pa. Hey, jongen. Hey. Wij zijn tot 1989 zelfstandig geweest en toen van 1989 tot 2000 samen met zoon Christian. In maatschap geweest. En die heeft het in 2000 helemaal zelf overgenomen. Na mijn schoolopleiding, dat was destijds ULO, ben ik verpleegkundige opleiding heb ik gedaan. Daar heb ik op een verjaardag Jaap ontmoet. En in 1967 zijn we getrouwd. En na verloop van een aantal jaren zijn we hier komen wonen met twee kinderen. In het jaar 80, 83, is onze zoon in bedrijf gekomen. Ja, ik probeer hier iedere dag nog even te zijn. Om in beweging te blijven en om mijn zoon te ontmoeten. Nou, mijn vader heeft nog geprobeerd om hem bij hem aan het werk te krijgen, maar ik had eigenlijk geen affiniteit met de landbouw. Dus dat is ook niet gelukt. Dus ik ben eerst een paar jaar vertegenwoordiger geweest. En toen raakte ik werkloos en toen dacht ik, ik ga voor mijn eigen beginnen. Als aanhangwagenbouwer. En dat heb ik toen heel kleinschalig opgezet in een garageboxje van mijn vader. En zo is dat wat uitgegroeid. Ja, ik zeg altijd, je kunt wel iemand vinden die zegt, ik mag Kees Bollen niet, maar je zult nooit iemand vinden die zegt dat mijn kar niet deugt. Ja. Die angst heb ik nooit gehad. Ik heb nooit de angst gehad dat hier dus eventueel de zaak onder zou lopen. Ik praat ook nog wel eens met Urkers, die hebben hier gevist vroeger. En dan weet je wel dat hier Zuiderzee was. Ja, ik ga wel eens met de bus door de polder heen als reisleider en dan stop ik altijd op de sluisput in Urk. En dan zeg ik, kijk, daar heb je het IJsselmeerwater en daaronder, daar wonen wij. Dus dan zie je echt wel het verschil, dan is het ook wel indrukwekkend hoor. Maar dan zeg ik ook, ik ben blij dat er toch twee sluisdeuren hier tussen zitten, want dat lage stuk, daar slaap ik. Maar voor de rest niet, nee. Van het water ben ik niet bang geweest dat hij hier zou komen. Alleen de laatste jaren, als het dan hard stormt, dan komt het wel naar boven van toen, van de ramp in Zeeland. Toen ik met drie kleine kindertjes hier zat en toen het zo vreselijk stormt, en toen dacht ik, als de dijk nou breekt, wat moet ik dan doen? Toen dacht ik ook eventjes aan mijn vader en moeder. Van God, wat hebben die ook angst gehad. De watersnoodramp van 1953 bracht hen als kind van Zeeland naar de Noordoostpolder. Nu zijn ze hier de laatste Zeeuwen. Want hun kinderen en kleinkinderen, hier geboren en opgegroeid, hebben praktisch niets meer met Zeeland. Ik ben polderman, ja, in hart en nieren. Ik vind me ook polderpromoter als amateurhistoricus. Maar ik denk toch dat ik als Zeeuw zou sterven. Je bent er geboren. Eigenlijk is dat nog een stukje van jezelf. En dat blijft, denk ik. En ook met die watersnood in je achterhoofd en het begrip ervan en wat er gebeurd is. Ik bedoel, dat stukje Zeeuws zit nog wel in je. Ja, dat blijft er natuurlijk wel. Dat je Zeeuwse wortels hebt. Maar als je natuurlijk 60 jaar, meer dan 60 jaar hier woont, dan ben je natuurlijk ook een polderjongen geworden. Dat wist al het water van het IJsselmeer niet weg.
Thank you.